We merken dat mensen heel vaak bang zijn om naar het ziekenhuis te gaan, want dat is toch wel een officiële instantie. Ze stellen dat uit, waardoor dat de ziekte verergert. Dat is gewoon gevaarlijk. Er zijn echt ook wel ook vrouwen die op bevallen staan. In precaire omstandigheden bevallen kan heel veel risico's geven. Ze durven niet naar het ziekenhuis gaan. Soms moeten wij hen heel hard overtuigen van toch te gaan. Maar ze zijn zo bang dat ze zullen opgenomen worden door de politie. Waardoor dan ze in gevaarlijke omstandigheden moeten bevallen of verder ziek worden. Dus het is heel belangrijk dat mensen zich veilig genoeg voelen om naar het ziekenhuis te gaan. Het is ook een mensenrecht om recht te hebben op gezondheidszorg, dat ze naar het ziekenhuis kunnen gaan. Mensen met TBC die niet naar het ziekenhuis durven uit angst om aangegeven te worden, dat is gewoon een gevaar voor de volksgezondheid. Want als het open TBC is het gevaarlijk voor jou, voor mij, als we bij die mensen naast hen op de tram zitten, op de bus zitten. Dus die moeten gewoon toegang krijgen tot de gezondheidszorg zonder angst om aangegeven te worden. Gewoon in het belang van jou en mij.